Zo, hallo allemaal en welkom bij Vincent's fantastische vrijdagverrassing. Want ik had natuurlijk vorige week vrijdag een prijsvraag uitgeroepen. En die zou ik dan volgende week vrijdag bekend gaan maken. Dus dat ga ik dan nu doen. Niet volgende week. Niet dat je denkt van, hè? Gaat hij nou pas volgende week bekendmaken? Nee, want vorige week heb ik hem uitgeroepen. Dus deze vrijdag is het dan volgende week vrijdag van de week daarvoor. Dus vandaag is de dag dat ik de winnaar bekend ga maken van de prijsvraag. En de prijsvraag was: wat is de prijsvraag? En ik heb een heleboel antwoorden gezien. Ik heb op de grond gelegen van het lachen. Je had me moeten zien liggen. Ik lag te lachen en ik lag te liggen. En ja, man, het was hilarisch. Maar het goede antwoord zat er helaas niet tussen. Want het goede antwoord was namelijk op de prijsvraag. Wat is de prijsvraag? Ik kan nu even live niks bedenken. Dat was het goede antwoord geweest op de prijsvraag van de prijsvraag. Dus ja, jongens, jammer dat jullie het niet hebben geraden. Maar wel bedankt voor jullie inzet. En ik ben natuurlijk niet zo'n dikke verteringleier dat ik niet alsnog die trui weg ga geven. Want dat ga ik wel doen. Want ik heb een hele hoop leuke antwoorden gezien. En ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn dat de prijsvraag die werd geponeerd. Op welke dag valt Kuthoertjes Dinsdag, dat toch wel een prijswinnende prijspakker is die wij in het zonnetje mogen zetten. Dus op welke dag valt Kuthoertjes Dinsdag? Denk daar maar eens over na, lieve mensen. Op welke dag valt Kuthoertjes Dinsdag? Van harte gefeliciteerd. Stuur mij een DM'tje en dan stuur ik jou jouw adres en dan kunnen we elkaar mailen en dan, ja, dan gooi ik die trui gewoon over de schutting en dan zien we het allemaal wel. Van harte gefeliciteerd voor je leuke prijsvraag. Heel leuk bedacht en heel leuk verzonnen. Maar het is natuurlijk Vincent's fantastische vrijdagverrassing. En wat vond ik hier? Zo waar vond ik nog een trui. Dus wat gaan we doen? Ja, je raadt het al. Ik ga niet nog een trui weggeven. Ik ga gewoon nog een trui weggeven. Ongelooflijk, die Vincent's. Wat een fantastische vrijdagverrassing. Kijk, dit is een lekker biefstukje. Heerlijk gebraden. Die ga ik zo even lekker opknabbelen. Maar de prijsvraag van deze week is dan: aan wie gun jij vanuit het diepste van je ziel en je hart deze geweldige kut eend hoodie het allerliefst behalve jezelf? En waarom? Dus wie zou jij deze kut eend hoodie willen geven en waarom? En die ga ik dan volgende week vrijdag bekendmaken. Hoop ik. Dat ik dan volgende week vrijdag in staat ben om dan deze week vrijdag te gaan beantwoorden. Nou, het was weer een lang kutverhaal, maar van harte gefeliciteerd. En ik zou zeggen, een hele fijne vrijdag.